Goedenavond. Zo, even zitten. Even mezelf opzoeken. Kijken of ik te zien ben. Volgens mij wel. Ja. En volgens mij ben ik ook goed te zien. Ja. Kijken of ik het licht nog iets beter krijg. Het wordt donkerder buiten. Het wordt ook donkerder op mijn werkblad, merk ik. Goedenavond allemaal. Hallo. Leuk dat jullie er zijn vandaag. Ik zat net te kijken of ik iets vergeten ben. Maar mocht dat zo zijn, dan zal ik het straks toch wel even pakken. Maar ik denk het niet. Goedenavond. Ik ga vandaag aan de slag met dit mooie papier van Craft O'Clock. Time of Reflection. Degene die naar Janine hebben gekeken vorige week. Zij heeft het laten zien, zeg maar, in een live. Ik zal er een klein beetje doorheen lopen. Hier kan je al de bladzijden al een klein beetje zien. Ik heb al her en der geknipt, dus ik heb al wat geoefend. Er zit hier een extra bladzijde bij. Met een soort knipvel. Met allemaal mooie elementjes. En ik heb dus al zitten snijden en zitten knippen. Maar dit was dus een hele bladzijde. De voor- en de achterkant. En het is echt ontzettend mooi papier. Het is gewoon zonde om erin te knippen en te snijden. Maar ik ga het toch doen. Deze vind ik ook zo ontzettend mooi. En de achterkanten zijn ook mooi. Dat is gewoon heel irritant. Eigenlijk moet je al die pakketten twee keer hebben. Nou, deze heb ik ook al in zitten snijden. Deze vind ik ook ontzettend mooi met die bloemen. Aan de achterkant. Goedenavond. Ik laat gewoon even het papier zien, hè, waar ik mee aan de slag ga vandaag. Want dat is echt, het is van de Mixed Media collectie van Craft O'Clock. Dus de achterkant, denk ik. Ja, dan zal dit de voorkant zijn. Dus daar wilde ik mee aan de slag. En toen dacht ik, jeetje, wat moet je hier nou van maken? Je kan natuurlijk een fotoboek ervan maken. Je kan er van alles mee doen. Maar ik dacht van, ik wil eigenlijk wel een mooie kaart maken of zo. Dus ik ben gewoon eens gaan kijken van, nou, wat zullen we eens doen? Dus ik ga het gewoon beginnen. En dan kijken we wel waar het naartoe gaat. Deze wil ik sowieso straks gebruiken. En nou, de rest ook. Maar dat komt. Deze heel even apart leggen. En dan ga ik even mijn snijmachine erbij pakken. En dan ga ik eerst eens even snijden. Goedenavond. Mijn snijmachine. En ik ga beginnen, had ik bedacht, met kraftpapier. Een beetje stevig kartonkraftpapier van Fase is deze. Ik zal hem even openklappen. Goedenavond allemaal. En dat kraftpapier, dat heb ik al van tevoren wel even gekeken van hoe wil ik het. Ik wil een lange kaart maken. Dat heeft ermee te maken dat ik een lange stempel wil gebruiken. Zo meteen, dus die vandaar. En ik had uitgerekend dat ik deze op 12,5 centimeter breed kon maken. Dan kwam ik aardig uit. En 24 centimeter lang. Dan moet ik straks weer uitkomen met mijn designpapier. Maar dit is mijn basis. Een beetje lange kaart, maar ik ga het opbouwen in 3 of 4 lagen. Goedenavond, hallo. En kraftpapier leg ik heel even apart. En dan is het erg, dan wordt het erg. Want dan ga ik dus kiezen welk designstuk papier wil ik daarvoor gebruiken. Deze straks, dus die leg ik heel even apart. En dan, dan denk je, oké. Nou, deze die wil ik sowieso nog een keer ergens anders voor gebruiken. Dus die wordt het niet... Die gaan we niet voor de kaart gebruiken. Even kijken welke dan wel. Ik kan deze kant gebruiken. Die vind ik wel mooi. Dus die leg ik heel even hier neer. Dat is een optie. Dit is ook een optie. Dit niet. Ik kijk even waar ik naar kijk. Is dat ik een kaart wil maken. Met een soort designpapier erop waar je eigenlijk het randje alleen van ziet. En dan wil ik een strook erop met het mooiste gedeelte. Dus ik zoek een beetje een neutraal gedeelte. Dit zou prima kunnen. En ik denk dat ik deze wel mooi vind als voorkant. Dus die hou ik ook heel even apart.
deze is op zich ook. Dit zijn ook allebei geschikt voor de. Misschien wel meer geschikt dan deze. Voor de zijkanten, dat je dat ziet. Ja, ik denk dat ik voor deze ga. Dus dit wordt het tweede designpapiergedeelte. Dus dat komt hier op. Goedenavond. Ja, erg graag, Annie, om in te knippen. Ik vind het. Oh, ik heb gisteravond met die andere set zitten werken. Hebben jullie misschien wel gezien? Die Twinkle of Sunrise of zo. En ik heb hier echt letterlijk 3 kwartier naar dat papier zitten kijken. En ik dacht alleen maar, hoe dan? Moet ik dat snijden? Echt waar? Oh, dat kan ik niet. Dat is echt... Mijn man zegt, heb je geen zin om te knutselen? Jawel hoor, maar ik weet gewoon, ik durf gewoon niet snijden op papier. Deze ga ik bewaren. Dat zijn altijd wel leuke randjes. Die kan je altijd wel weer ergens anders voor gebruiken. En ik denk dat ik deze kant... Ja, deze kant ga gebruiken voor... Voor het randje, om het zo maar te zeggen. En die ga ik dan 11,5 zo doen. En 23 centimeter ongeveer. Pak ik de goede kant. Dat gaat voor mij zijn om dan verkeerd te snijden. 23. Ietsje meer dan 23. Ja, kwam ik uit. Dan heb ik mijn tweede. Als het goed is, past die hier mooi op. Ja, dus dit wordt het buitenrandje zo gezegd. Dan wil ik er nog een mooi gedeelte op, wat je daadwerkelijk ook gaat zien. En dan is deze geschikt. En deze. Maar ik denk dat ik toch voor die ga. Ja, ik ga voor deze. Dit wordt het laatste gedeelte. En dat wordt 9,5 bij 22. 9,5. Bij 22. Zo, nou, ik heb het gedaan. Ik heb gesneden. Ik vind het heel knap van mezelf. Ik heb hem gesneden. Nou, kijk aan. Dan komt dit dus, nou ja, met laagjes straks bovenop elkaar. Nou, die kleuren passen natuurlijk perfect bij elkaar. Dus daar kan niks aan misgaan. En dan ga ik plakken. Plakken, plakken, plakken. Waar is mijn tape? Ik had die scoretape erbij gepakt. Daar ga ik deze mee opplakken. Misschien dat ik nog wel even de randjes wat meer aanzet. Misschien vind ik het ook wel leuk om de... Miranda zegt, ah, ik ben er eindelijk eens wat vroeger bij. Nee, je bent welkom hoor. Misschien vind ik het wel leuk om dat even te distressen. Dus dan ga ik gewoon even mijn distresser pakken. Dat had ik niet gepland, maar ik vind het wel leuk om te doen. Dus ik ga het gewoon doen. Janneke zegt, ik heb 3 restjes bakken. Ik denk ik ook. Echt ernstig. Ik heb gisteravond zaten we... dat ik wist te kijken. En ik heb ook een paar van die bakken waar allemaal designpapier in zit. Natuurlijk hebben we allemaal, denk ik. En ik denk, ik zal alle knipvellen, gewoon losse knipvellen, is allemaal bij elkaar zoeken. Hoor. Dat was zo'n stapel. Dat is echt erg. Dus als jullie de komende tijd veel werkjes met knipvelspulletjes tegenkomen voor mij. Dat kan zomaar. Dan moeten ze ook een keertje op. Zonde om alleen maar te laten liggen. Dat waren alleen nog maar de knipvellen die ik los had gekocht. Want er zitten natuurlijk ook van die losse knipvellen in van die pakkettenpapier. Nou, ik denk dat ik de komende 10 jaar met papier door kan. Maar ik probeer het wel echt te gebruiken. En ik probeer het ook echt op te maken. En ik heb ook echt wel van die papierpakken die ook echt op zijn. Dat ik echt denk, huh, het is echt op. Onvoorstelbaar. Het is op. Ja, vind ik wel leuk om een beetje te distressen. Maaike zegt, bij mij staat er zelfs nog dichtpapier in de kast, omdat ik het niet in durf te snijden. Nou, dat heb ik ook. Maar ik heb tegen mezelf gezegd, het moet. Je moet het op. Het is gezonde om in de kast te laten staan. Maar je ziet, dit is natuurlijk ook geweldig. Mooi papier. En oh, echt erg om in te snijden. Maar uiteindelijk maak je er ook weer hele mooie werkjes mee. Dus dan ben je toch wel blij dat je het gebruikt.
Mirjam zegt, heeft ook restjes bakken. Ja, zonder om weg te gooien. Ja, dat klopt. Maar die kleine stukjes, laat zien. Zoals wat je er dan nu afsnijdt. Ja, die gooi ik echt niet weg. Die komen vast wel weer van pas ergens anders. Daar is het gewoon te mooi voor. Maar het is allemaal voor ons heel herkenbaar, denk ik. Als ik dat zo lees, hebben jullie het net zo. Ja, je zou inderdaad nog ervoor kunnen kiezen. Ik zie iemand van, je zou van de eerste laag een neplaag kunnen maken. Dat klopt. Je zou hier bijvoorbeeld nog uit kunnen stansen. Want dat zie je straks niet meer. Je ziet straks alleen nog maar de rand. Maar dat, daar heb ik nu even geen gelegenheid voor. Dus dat doe ik normaal gesproken heel vaak wel. En dan heb je meteen ook mooie standjes precies in de kleuren van het papier die je dan weer ergens voor zou kunnen gebruiken. Dat is die. En wat ik ook ga doen, ik verzin het ter plekke. Dus als mijn lijstje niet klopt, dat kan op de website van de Facebook Lives. Dan zal ik proberen om wat ik gebruik nog toe te laten voegen. Volgens mij zijn we allemaal papierverslaafd. Ik ga de randjes een klein beetje aanzetten met Distress Inkt. En dat doe ik met de Vintage Photo. Geeft net even wat meer jeu aan het papier. Zie je straks die laagjes wat beter. Dat is alles. Kijk, zo. Ja, dat is leuk. Kijk, dan kun je natuurlijk ook met deze doen. Ja, moet ook. Dus ik ga gewoon nog heel even door. Sylvia, volgens mij zijn we allemaal papier verslaafd hier. Maar we zijn wel allemaal in goed gezelschap dan toch? We snappen elkaar. Dat is ook wel eens leuk. Het is sowieso leuk om. Het is jammer dan nu in de coronatijd dat het een stuk minder gebeurt. Maar als je die workshops hebt. Of je. Wij hebben normaal gesproken bij een kunstenaarswinkel bij ons in de stad. Één keer in de maand een journal tafel. En dat is van Charlene. Ik vergeet, ik zeg altijd verkeerd. Charlene van der Laar. Die organiseert dat samen met Judith dan, de dame van de winkel. En dan ja, is het gewoon één keer in de maand, een hele vrijdagochtend, gewoon ja, doen wat jij wil. Een beetje kletsen. En je bent dan onder gelijkgezinden. En dat mis ik wel echt enorm. Ik denk dat we het allemaal wel missen, maar ik mis het ook echt enorm. Ja, ik ga ook niet echt mijn handen vies maken vandaag, Sylvia. Sylvia zegt dat ze vandaag heeft gewerkt met papier in plaats van knoeien. Ja, ik vind knoeien af en toe ook heel erg leuk. Ik vind het af en toe ook leuk om dit te doen. Zo, nou. We hebben de randjes net even wat leuker gemaakt, denk ik. Ja, ja, dat heeft altijd wel wat, hè? Zo die randjes te stressen. Mijn scoretape. Daar ga ik de eerste laag mee vastmaken. Zoek het begin, zoek het begin, zoek het begin. Ik ben er vast al langs gekomen. Ja, hier. Nou. Ik vind dit hele fijne tape trouwens. Ik was nooit zo van de dubbelzijdige tape, maar... Oh, Carla zegt papier dat ik niet meer gebruik, doneer ik aan een zorgboerderij. Dat heb ik ook wel eens. Ik ruim wel eens mijn kamer op en dan doneer ik het ook aan... Of aan school. School kan ook vaak nog wel... Mijn kinderen zitten op een basisschool. Die hebben een hele actieve handwerkjuf, zeg maar. En die vindt het ook nog wel eens fijn. Of ik doneer het ook. En dan niet alleen dat, maar je hebt wel eens strikjes of dingetjes. Dat je denkt, nou, dat ga ik toch nooit meer gebruiken. Ja, dan is het op zich natuurlijk leuk om ook eens een keer wat weg te geven. Zo. Ja, inderdaad, Willemien. Voeder daar inderdaad bij Judith. Maar dat is natuurlijk nu al eigenlijk al, ik denk februari dat we de laatste gehad hebben. Dat is alweer veel te lang geleden. Ik denk dat we nog wel even gaan duren. Maar dat soort dingetjes en workshops en zo zijn gewoon leuk. Dus nou is het maar aan de online workshops af en toe meedoen. Alleen, ja, het is vaak op een zaterdag, het is niet altijd een fijne dag. De kinderen hebben nog gewoon sport en zo, maar ik probeer het dan wel te regelen. Een keertje.
En komende zaterdag heeft Janine die mandala workshop. En daar ga ik wel aan meedoen. Dat vind ik, wel, ik heb het nog nooit gedaan. Dus voor mij is het wel leuk om dan een keer mee te doen met zoiets. Ik doe er een beetje lijm op. Hè? Dat, dit is iets wat ik echt niet van mezelf heb. Maar dan kan ik misschien nog een heel klein beetje schuiven als ik het niet goed plak. Even kijken. Ik mis blijkbaar een vraag of een opmerking. Iedereen antwoordt papierdestresser. Maar ja, ik heb gewoon met zo'n papierdestresser gewerkt. Ideaal dingetje. Ik ga hem heel even zo doen. Want anders dan ga ik echt gewoon compleet scheef plakken of zo. Yeah. Nou. Zo ongeveer. Denk ik dat die wel goed is. Deze, het middengedeelte. Dat is trouwens even. Zoek mijn etui. Het middengedeelte ga ik iets hoger plakken. Dan krijg je iets meer diepte in je kaart. Ja, Willemien, jij komt ook uit Helmond. Jij woont niet al te ver bij mij vandaan, hè? Ik kom niet uit Helmond, maar ik woon er. Al heel lang alweer. Hoe lang woon ik hier alweer, Diet? 15 jaar? We zijn 16 jaar samen, bijna 15 jaar. Ja, ik vraag even mijn man hoe lang ik hier alweer woon. 15 jaar, denk ik. In december, alweer. Jeetje. Ja. Dat je het ook het volhoudt, ja. Wat gezellig, Hanny. Hanny doet ook mee zaterdag. Dan zie ik je zaterdag daar wel. Hartstikke gezellig. Of zie je, ja, het is een beetje stom om te zeggen, maar ik hoor of zie, ja, je ziet elkaar toch soort van, hè, op Facebook. Ik vind het wel leuk om die mandala's mee te doen. Zo. Dit zijn eigenlijk gewoon die foam blokjes, hè, die kennen we wel. Ik heb net in mijn nagel gesneden, dus ik heb ineens geen nagel meer. Dat is echt onwijs irritant. Als je dit soort klusjes moet doen, in normaal gesproken doe ik het eigenlijk altijd even met mijn nagel. Maar dat gaat nou een beetje lastig. Maar goed, komt goed. Kijken of ik... mis ik vragen? Ik zit zo op mijn werk te letten dat ik amper meelees. Ja, de mandala workshop van Hobby Vision. Janine gaat komende zaterdag een online workshop geven. Even uit mijn hoofd gezegd van 10:30 tot 12:30. En dan met zo'n mandala van Dutch Doobadoo kun je dan meedoen. Kost €5 geloof ik de workshop. En dan, ja, ik vind die online workshops nu wel gezellig. Zo. Oké, nou die moet ook even netjes. Dus we doen hem heel even weer zo, want jullie zien het beter dan ik, hè, van bovenaf. Nou, zo ongeveer. Tada. Nou, hè? Ik heb gesneden. De basis is er. Jippie. En dat is, het is klaar. Ja, een stukje kartonriet had ook gekund. Maar ik vind het eigenlijk ook wel oké om het soms dus zo te doen. Maar ik gewerk heel veel met karton. Dat doe ik eigenlijk altijd op een scrap project. Ja, ik vind hem wel leuk zo. Dat is een... Had ik deze nou al geïnkt? Nee, hè? Een beetje inkten. Is niet eens echt heel erg nodig, zie ik. Nee. Nou, prima. Dat is die. Dan is het leuk om natuurlijk wat op die kaart te doen, hè? Om het een beetje op te bouwen. Ik zeg, vinden jullie het verslavend, die mandala's? Ja, voor mij is het echt helemaal nieuw. De mandala's zijn uitverkocht, zegt Ingrid. Ja, maar dan kan het gewoon... Ik neem aan dat je ook wel een andere mandala ervoor kan gebruiken. Of misschien zeg ik nou iets heel verkeerds. Ik heb volgens mij meerdere in huis. Ik zal straks eens even kijken. Ik ga er wat op doen. Natuurlijk ga ik er wat op doen. Dat is wel leuk. Ik ga in elk geval... Omdat het een hoge kaart is, wil ik deze stempel gebruiken van Janine's Mindful Art Collection. De
Temp JMA16. Dat is die. Ze overwon alles wat bedoeld was om haar te vernietigen. Dat is die stempel. En die is al mooi hoog. Nou, om jullie een beetje leed te besparen om mij 10 minuten lang te zien knippen, heb ik hem alvast gestempeld en geknipt. Want ja, dat is een beetje onzin. En die stempel, die ga ik hier ergens opplakken. En met een tekstje en nog meer dingetjes. Dat hangt een klein beetje van de tijd af. Hoeveel tijd ik heb, wat ik allemaal nog kan doen. Ik heb hier van alles klaar liggen. Maar dit moet hem ongeveer worden. Gewoon simpel. Want het papier is natuurlijk al meer dan mooi genoeg. Dus ik wilde er niet al te veel poespas op doen. Ik wil even een kladblaadje pakken. En wat ik ook ga doen, want ik heb hier mijn glasmat onder zitten. Maar ja, daar heb ik nu even niks aan. Dus ik heb een craftsheet erbij. Want ik heb even natuurlijk gekeken wat een beetje mooi past aan kleuren erbij. En wat bleek, wat heel mooi was. Ik hoop dat het niet te veel schittert. Wat echt heel mooi was erbij om te kleuren, was de Rusty Hinge. En dat kan je met de oxide of de inkt doen. Ik heb toevallig de inkt gepakt. Die kleurt hier heel mooi bij. En zoals je ziet, zit er ook een beetje een bordeaux-roodachtig tintje in. En dan is het wel mooi, denk ik, om de aged mahogany erbij te gebruiken. Denk ik. En anders heb je misschien wel in huis. Even kijken. Ondertussen zie ik Antonetta zeggen dat Jolanda de Ronde de 31ste oktober een workshop geeft. Ja, ga ik ook aan meedoen. Even kijken hoor. Is dit misschien ook wel een mooi kleurtje erbij? Die is van de Derwent Gravitint. Ik denk dat die op zich ook wel mooi is. Ik hou het er gewoon allebei even bij. Maar ik weet zeker dat die Rusty Hinge, dat is een beetje dit kleurtje. Dat kleurt er heel mooi bij. Dus daar ga ik hem in elk geval mee kleuren. Als ik mijn kwastje kan vinden. En mijn water even erbij pak. Nou, is dat hiervoor niet echt nodig. Want die Distress Inkt doe ik gewoon eventjes op een craftsheet. En die spuit ik nat. En dan kan je ermee kleuren. Zo, hoppa. Nou, dit is gewoon een kwestie van even kijken hoe het uitkomt. Maar die kleuren, die passen er wel echt heel erg mooi bij. En ik denk dat ik het hart van de bloem. Ik ga kijken of dit wat is. Dit is die. Oh, iets nat. Dit is die Derwent. Ja, is wel een heel mooi kleurtje erbij. Nou. Ik ben geen precieze kleurder, hè. Het gaat er mij meer om dat ik het heb in de kleuren die ik wil. En meer niet. Die online workshop van Janine is in een aparte Facebookgroep. Je kunt je gewoon via de website van Hobbyfishing ervoor opgeven. Ja, dat kan gewoon via de website van Hobbyfishing. En als je dat besteld hebt, zeg maar, dan word je toegevoegd krijg je een aanvraag voor een groep. Eigenlijk net zoals al die online workshops zo'n beetje gaan. Dan kun je gewoon meedoen via die besloten Facebookgroep. En zo gaat die van Janine ook. De bloemen die heb ik gestempeld met de VersaFine Onyx Black. Die is watervast. Dus ik vind dit nou, ik vind misschien wel de beste. Het argeval is ook en Stazon ook. Maar Stazon die gebruik ik eigenlijk meer op plastic en zo. Op de Krimpy Dimpy bladen bijvoorbeeld. Nou, dit is echt letterlijk kleur geven.
Zo even kijken of het ook echt bij dat papier past als ik deze bloemen af heb. Of dat goed gaat. Even spieken. Ik kleur niet volgens allemaal regeltjes. Ik kleur omdat ik hem moet kleuren. En dit wordt mooi. Ja. Ik kleur omdat ik hem een kleur moet geven. En ik zal ooit nog wel eens een keertje zo'n kleurcursus gaan volgen of dergelijke. Maar tot nu toe red ik me nog uitstekend zo. Ik geef hem altijd wel een klein beetje diepte en zo, dat wel. Ik ga er vaak nog een keer overheen. Zo. En ja, verven met distress inkt of distress oxide, dus dat kan gewoon, hè. Dus gewoon kleuren met een inktje. En ze reageren prima op water, dus je kan het gewoon daarvoor gebruiken. En ik kleur ook niet met groen of zo deze ronde. Gaat alles in deze kleur, in deze tinten. Omdat dit tinten zijn die passen bij het papier. Zijn er mensen die de zenuwen krijgen voor mij als ik zo kleur? Ik ben niet van de Pietje Precies. Nee. En het is vaak prachtig, maar in dit geval niet nodig. Laat ik het dan zo zeggen. En ik vind het alleen maar knap hoor, wat die dames doen. Echt. Maar voor mij werkt op dit moment dit prima. Zo. Ik probeer een beetje met jullie mee. Jolanda die is gewoon via, hoe heet het ook weer, Arts and Crafts. Jolanda de Ronde Arts and Crafts via haar Facebook pagina. En dan kan je, daar staat het sowieso op aangekondigd. En je kan haar dan een pb'tje, een messenger sturen als je mee wilt doen. En bij Janine de workshop kan je via de website doen van Hobbyvision. Morgen zullen we dan blij zijn dat ik morgen weer zoiets krijg. Het is een kwestie van de juiste kleuren. En soms is dat echt wel even zoeken. En wat kan je nou gebruiken wat kleurt bij je papier? Want dat is het. En dat heb ik natuurlijk al wel gedaan voordat ik de live ging doen. Want anders ben ik daar een half uur mee bezig. En dan kijken jullie alleen maar naar mij om hoe ik mijn kleur kies bij het papier. Dat is niet echt heel erg inspirerend. Dus ik vertel jullie nu gewoon dat de stress inkt Rusty erin. Rusty Hinge, ik zal hem erbij zetten. Die. Of de oxide daarvan prima bij past. Zo. Eigenlijk die bladeren iets donkerder. Maar soms moet je het eerst laten opdrogen voordat je een tweede laagje goed kan doen. Zo. Nou, dit is eigenlijk al bijna gewoon genoeg. Nog een klein beetje dat bordeaux doen. En dan hebben we hem eigenlijk al. En dit is letterlijk, ik wil dat hij past bij het papier. Want esthetisch zal het allemaal niet kloppen. Maar dan ben ik dan, vind ik het wel leuk om een beetje dat kunstzinnige te doen. Ups, een keertje. Dat bordeauxrood is ook wel heel mooi. Nou, zo lelijk is het toch niet? Ik vind het wel mooi. Zo dan.
Nou. Ik denk dat ik hem heb. Ga eens gewoon kijken bij het papier. Hoe simpel eigenlijk. Want dit kunnen jullie ook, hè? Dit is echt gewoon letterlijk een kwestie van... Kijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, die past er prachtig bij. Nou, dat is al één. Dat is ook alweer gelukt. Even een doekje. Dit is... Die Derwent Gravitint, die blijft ook zo mooi. Die pak ik er toch eigenlijk ook bij van alles en nog wat bij. Zo. En die eet me ook in die hoek en die hoeft dan niet, hè. Die daar even water opzij. Beetje opruimen hier, hè. Dus dan kijk ik tegen jullie tegen zoveel troep aan. En jullie hebben mijn werkplek misschien een beetje gezien op de foto hoe ik erbij zit nu, hè. Ik krijg er zo vaak vragen over. Maar ik zit gewoon in de woonkamer en dat tafeltje waar jullie op de foto zagen, de babydoekjes op, ligt nog gewoon op tafel. Die heeft mijn zwager gemaakt. Dus kan ik in elk geval filmen van bovenaf. Even. En zo. Als je dan zo van bovenaf kan filmen, dan is dat alleen maar prettig. En ik heb boven mijn eettafel geen planken of zo. Dus nou, dit werkt. Jullie zien mij. Ja, ik vind dit echt heel makkelijk inderdaad om te gebruiken. Zo, Ria. Nou, deze weer een beetje schoon. Ideaal, die babydoekjes. Die gaat weer weg. Nou, zouden we het zo kunnen laten, hè? En ik heb mijn voorbeeldje van gisteren er even bijgepakt. Want ik heb natuurlijk zitten oefenen. Ja, mijn werkplaats is de eettafel. Even kijken hoor. Nou, dit is de oefenkaart. En op zich, dan heb ik de bloemetjes hier iets lichter gelaten. Ik vind het eigenlijk allebei wel mooi. Ik heb het hier eigenlijk bij gelaten. Ik heb zo'n plakketje erop gedaan. Ik heb wat sisal erachter gedaan en een doedelrandje. En dan heb je eigenlijk ook al een hele mooie kaart. Deze ga ik ietsje meer doen. Maar zo kan je hem natuurlijk ook al doen. Deze ga ik ietsje anders doen. Ik ga hem in elk geval ook wat hoger plakken. En dat doe ik ook met die foamrandjes. Dat ga ik zo doen. Wat ik ook wel leuk vind om te doen, namelijk... Ik kan het meteen wel even laten zien. Ik heb het erbij gepakt. Tadada. Mijn embossingpoeder. Ja, ik heb een hele stellage. Ik werk onder een stellage. Het is wel makkelijk hoor. Het werkt als een tierenlier. Ik heb wat chipboard erbij gepakt. Van Stamperia. En 13 Arts. En deze is van Jolanda de Ronde. En ik zat te kijken. Ik vond die rondjes wel heel erg leuk om eronder te doen. En die swirls zijn ook wel heel leuk. Die besjes zijn ook leuk. Dus dan krijg je acuut keuzestress. Die blaadjes zijn grappig. Ik denk dat ik in elk geval voor die rondjes ga. Die bladeren zijn natuurlijk ook prachtig om erbij te doen. Ja, ook mooi voor in je planner, Marije. Dat klopt. Je kan dit ook uitstekend in je planner doen. Zo. Er zit hier van alles in. Er zit ook van die swirls in. Die blaadjes in. Ik ben gek op chipboard. Eens even kijken. En die besjes die zijn ook wel heel grappig. Ja, ik heb deze nog nooit open gehad, zie ik. Ik doe in elk geval eentje daarvan. Oh, ik ben altijd zo bang dat het breekt. Maar dat gaat over het algemeen gaat het eigenlijk prima. Een klein stukje vast. En dan die besjes wel leuk om erbij te doen. En wat van die rondjes om erbij te doen. Ja, die zijn wel leuk. En die swirls kijk ik zo meteen wel. Ik zou die ietsje ingewikkelder maken. Is wel leuk om te doen. Ik wil niet alle rondjes. Het wordt een beetje veel. Even een schaartje pakken. Zo. Kijken of ik dit wel wil.
Jeetje. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Kijk hoor, ik ben heel even aan het puzzelen. Ik val stil, merk ik. Ik ben heel even aan het puzzelen hoe ik het leuk vind om te doen. Ja, zoiets. Kijk, dan geef je net even wat meer. Maar wat ik zeg, als jij een eenvoudigere kaart mooi vindt, ook helemaal prima. Jouw ding. Dus soms vind ik het wel leuk om net even wat meer te doen. Zo, is dat zo? Ik denk het wel, hè? Ik denk dat het wel, wel leuk is om zo te doen. Nou, dan moet ik even aan de slag met embossingpoeder. En ik heb de embossingpoeder die ik heb van Lindy's erbij gepakt. Even kijken welke kleuren dan. Ik heb Tin Roof Rusted. Dat is ook een roestkleurtje. Die past er sowieso perfect bij. Daar maar eens mee beginnen. En dan eerst even de rondjes. Oh. Lang leven de kladblaadjes. Deze, die kan je gewoon met de dabber doen. Deze is van Ranger. Ja, is van Ranger. Of je kan het met de Versamark doen. Dat kan allebei. Je kan het erop deppen, maar je kan ook deze gebruiken en hem eventjes erin drukken, om het zo maar te zeggen. Dan moet ik heel even kijken of hij nat genoeg is. Ik heb het idee dat hij een beetje aan het uitdrogen is, mijn Versamark. Ondanks dat ik hem pas heb bijgevuld, wil hij nog niet echt goed, maar... Ik denk dat het wel goed komt. Kijk. Je moet wel alles goed zien glimmen, hè? Ja, het wordt best wel mooi al, hoor. Het papier is natuurlijk al heel mooi, hè? Er is weinig aan te doen. Zo mooi. Maar je kan het natuurlijk nog mooier maken. Nou, op hoop van zegen dat het goed is. Plakhanden. Plakhanden. Waar is mijn poeder? Mijn poeder is hier. Nou, we het roestkleurtje gebruiken. Want het roestkleurtje is ook het kleurtje wat weer terugkomt in het papier. En dit embossingpoeder heeft die, je kunt het misschien heel goed zien, die heeft die metaaldeeltjes. Even mijn hietel erbij pakken. Ietsje dichterbij dan hij hier stond. En een pincet. Is altijd wel zo makkelijk om hem vast te houden. Zo. Hopla. Ja, hij is goed gepakt. Keurig. En het blijft toch altijd weer een uitdaging, vinden jullie niet? Om het weer terug te krijgen in het potje. Maar over het algemeen gaat dat wel goed. Zo. Ik denk dat dit een heel mooi kleurtje is bij de rest. We gaan het gewoon zien. Ja, die dabber die is makkelijk. Ook. Deze. Voor de fijnere dingetjes en zo. Nou, hem even laten warm worden. En officieel moet hij van onderaf, deze. Alleen door dat chipboard heen vind ik dat zelf altijd lang duren en lastig. Zit ik nu te dicht bij jullie in het beeld? Dus ik heb dan liever dat ik wat meer van bovenaf begin.
doen dan wat anders. Dus ik denk dat ik een beetje in jullie gezichtsveld zit met die hietsel. Maar ik moet hem heel even wat hoger beginnen. Hij moet heel even warm worden. En degene met oordopjes, sorry voor het lawaai. Heel even lawaai maken, soms is het nodig. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Oh, deze is zo mooi. Het is nog wel mijn lievelingskleurtje van de embossingpoeders. Deze kan ook heel leuk in vintage projecten. Het is ook een beetje dat roestkleurtje, dus dat is niet zo heel gek. Daar gaat hij. Is dat een beetje te zien voor jullie of zit ik er heel erg voor? Ik moet het daar echt even boven. Ik denk dat het wel aardig te zien is, hè? Ik begin hoger, Ine, omdat ik niet wil dat al die metaaldeeltjes wegvliegen. En daarom zeggen ze vaak, je moet van onderaf met die hitte komen. Met die, van die metaaldeeltjes die in je embossingpoeder zitten. Maar met het chipboard vind ik dat persoonlijk wat lastiger. Dus dan begin ik liever wat hoger. Dat niet alles wegvliegt. Maar deze kan het op zich prima hebben hoor. Dan moet ik eerlijk zeggen, het vliegt niet zomaar weg. Kijk. En daar is hij. Gaan we weer kijken hoe het bij elkaar staat. Oh, dat is geen probleem hoor, Ine. Even kijken. Ja, dit van Lindy's is echt heel mooi spul. Zo dan, denk ik. Die een beetje zo. Die een beetje zo. Ja. Kijk, het kleurt allemaal perfect bij elkaar. En het kan het ook hebben, omdat er ook veel roze Bordeaux-achtig rood in zit. Dus je kan het ook prima zo doen. Zit ik te twijfelen of ik die erbij doe. Ik wil hem erbij doen, maar dan moet ik eigenlijk een ander kleurtje embossingpoeder pakken. Welke dan? Ik ga de koffie doen. Dat klinkt een beetje gek. Het is een beetje een neutraal kleurtje. Kijk, ik ben even aan het zoeken hoe die precies heet. Die namen zijn altijd zo verstopt op die potjes. Café au lait heet die. En daar ga ik deze mee doen. En die is ook van Lindy. Is ook een mooi kleurtje. Een neutraal kleurtje. Ik heb niet zo'n roze kleurtje zitten moeten bedenken. En anders is het ook wel mooi om een beetje dat oud roze of Bordeaux te doen. Maar die heb ik niet. Dus ik doe het gewoon even neutraal. Nou, prima. Zo. Poeder erop. Sorry. Dat was erg hoog. Excuses. Deze hoeft niet. Deze kan op zich gewoon zo van dichterbij. Er zitten geen metaaldeeltjes in of zo. Kijk maar. Café au lait. Nou. Zo, ook weer klaar. Deze heeft een hele mooie glans. Daar gaan we weer. En ik lach om jullie tekstjes. Nou, deze kan wat beter. Maakt wel lawaai. Het is het voordeel dat de hietel lekker warm is. Hij gaat meteen. Ta-da.
Nou, klaar alweer. Dat was zo gebeurd, hè? Die viel mee. Die even daar. En die hier. Ja, dat past wel mooi bij elkaar. Heeft een beetje, ik weet niet of de glans goed te zien is. Een glansje erin. Ja. Ah, kijk eens. En wat ik er ook nog op ga doen. Ja, we gaan nou wel echt uitpakken. Dan moet die iets net omvallen natuurlijk. Ik heb de sisal erbij gepakt. Heerlijk. Ik hou ervan. Ik heb droge humor, jongens. Ik heb de sisal erbij gepakt. Die ga ik zo meteen ook nog eronder doen. Ik ga eerst deze eens even opplakken. Tips. Tips. En ik zit al met te bedenken dat ik Alice weer alles moet doorgeven wat ik nog niet had doorgegeven aan artikelen die ik heb gebruikt. Maar dat zal ik doen. Ik had vanmorgen heel veel problemen met mijn laptop. Dus ik kreeg het bijna niet allemaal naar Hobbyvision gemaild. Dat is uiteindelijk een soort van goed gekomen. Ik heb alles via mijn telefoon gedaan. Kijk. Nou, dat is al mooi. Dat alleen al. Dan ga ik deze iets hoger opbrengen met, ook ben aan het knoeien, iets hoger opbrengen met van die foam, zijn het vierkantjes? Zo. Want het is toch een kaart. Het gaat in dit geval niet in mijn journal, dus ik kan hem lekker hoog maken. Dan heb ik sowieso altijd wel een handje van om alles lekker hoog te maken. Ik weet niet of jullie van de week die bladzijde met die paddenstoelen, die Maxpedia paddenstoelen hebben gezien. Maar die had ik dus bedacht om in mijn journal te doen. Maar die heb ik dus echt van ellende uitgehaald en een kaart van gemaakt. Want dat schoot echt totaal niet op. Ik denk, oh werkelijk. Dit is chipboard van Pronti bij Jolanda de Ronde. Die cirkels. Ze heeft heel veel leuk chipboard. Ik zat net te bedenken dat ik eerder zou iets moet verzinnen met die klok. Die grote klok van dat chipboard van haar. Of anders die mandala. Die is ook zo mooi. Die chipboard mandala dan, hè? Die zijn allebei heel erg mooi. Die klok ook. Nou, dan kan deze ook hierop. Kijk aan. Die hoort er niet op. En deze nog. Even lijmen. Zo. Nou. Dat is dit. Ik ben weer aan het knoeien. Dan wil ik nog van dat vel, dat knipvel erbij zat. Wat ik heb laten zien. Even zoeken, want het is inmiddels helemaal ontploft hier. Tada. Dat is deze. Die wil ik er nog op. En ik wil dat sisal er nog onder. En dan heb ik stiekem toch het uur wel weer nodig, hè? Maar ik vind het altijd wel gezellig zo met jullie. Helemaal niet erg. Even een stukje afknippen. Zo ligt de hele tafel weer onder dit spul, hè? Dat is wel leuk.
Zo. Het ligt hier ondertussen helemaal onder. Ik weet niet of dat te zien is, maar het is echt van alles en nog wat ligt hier. Dat is die. En dan deze. Even kijken welke ik erop wil hebben. Het zit echt zo onder de sisal hier. Ik wil deze doen met een tekstje of iets dergelijks. Een felicitatie of... maar ik wil hem ook weer... Die vind ik eigenlijk misschien net even too much. Net even too much. En die vind ik eigenlijk net iets te roze. Even kijken wat ik wil. Ik kan natuurlijk ook deze pakken. En dan ietsje distressen. Dan is het ook een ander kleurtje. Nou, gezondheid. Ik weet niet wie dat was, maar... Gezondheid, Denise. Bedankt. Ja, alsjeblieft, Quinn. Zo. De kriebelneus. Ja. Nou, kijk. Kijken of dit wel, of het idee wat ik in mijn hoofd heb ook echt gaat lukken. Knippen. Nou, ik denk dat ik, wat ik zei in het, ergens in het begin, ik kan voorlopig genoeg knippen. Dus ik kan alvast oefenen op dit soort dingetjes. En ik denk dan dat ik hem met mijn inkt... klein beetje bruiner maak. Ja, dat is beter. Dat is die. En dan moet ik hier nog eventjes een gaatje in maken of iets dergelijks. Ik heb een hele oude vase volgens mij. Het is net iets te klein misschien, maar... Om even snel een gaatje te maken. Ik gebruik ook wel eens mijn Big Bite hiervoor. Kijk, die kan er dan straks op. En hier kan ik dan nog wel wat in doen. Nog even verzinnen. Die ga ik ook wat hoger opplakken. En hier zou je natuurlijk nog wat op kunnen stempelen. En ik heb een stempeltje. Die heb ik nog van Esther Glas overgenomen. En dan heb ik zo'n Unmounted gefeliciteerd dingetje op. Dus ik denk misschien is dat wel leuk... Om er straks zo op te stempelen. En dan kan die erop. Wat ik aan zit te denken nog. Wat ik zou kunnen doen. Ik heb die Micron pennen. Die gebruik ik echt ontzettend vaak. Dat heb ik hier ook gedaan. Is zo'n doodle lijntje gemaakt. Met Proficiat erin geschreven. Maar dat is hier iets te druk. Dus ik denk dat ik het hier maar weglaat. Dat hele doodle lijntje. Maar op zich kan het natuurlijk wel. Deze zouden we nog even kunnen opplakken. Maar dit is mijn oefenkaart en dit is hem uiteindelijk geworden. En het is maar net wat je wil, hè? Wil je hem wat rustiger? Wil je hem wat drukker? Ik vind het allebei wel wat hebben. Voor die gaatjes moet ik nog even wat verzinnen. Nou, het idee is ongeveer dit. Kijk, moet je alles opzij schuiven. Wat je nog zou kunnen doen, ik heb die druppeltjes, die pareltjes van Nuvau. En welke is dit? De koper. En de koperkleur past natuurlijk ook heel erg mooi als je nog wat druppeltjes her en der wil maken. Dat zou je ook nog kunnen doen. Ik heb gewoon eigenlijk gewoon gekeken wat ik in mijn kast had staan. En dat moet je gewoon ook doen, hè? Gewoon kijken wat heb je in je kast, wat kun je er nog mee? Nou, ik denk, nee, wel duidelijk, hè. Hier moet ik nog even iets van een steentje op plakken. Dat heb ik hier ook gedaan. En hier kan ik nog een tekstje opmaken. Maar de strikking van het verhaal is deze. Ik heb gewoon langwerpige kaarten gemaakt van het prachtige papier. Ik vind ze wel wat hebben. Zo. Nou,
Ik ben daar gewoon helemaal doorheen. Oh, wat? Wat Miranda? Ga straks terugkijken wat je schreef. Ik vind het zo leuk om jullie terug te lezen. Maar mijn telefoon pakt dan maar een deel van de opmerkingen die ik terug kan lezen. Maar wat ik terug kan lezen, daar probeer ik vaak ook wel op te reageren. Nou, ik ben gewoon klaar. Keurig in een uur. Heel hartelijk bedankt voor het kijken allemaal. En ik wens jullie echt een hele fijne avond. En voor degene met herfstvakantie, met de kinderen, misschien ben je nog wel vrij. Of nou ja, noem het maar op. Kijk maar eventjes. En nou, ik vond het weer heel erg leuk en heel erg gezellig. En ik hoop jullie volgende week weer ergens te zien. Een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Doei doei!